Om ons zoveel mogelijk portokosten te besparen hadden Niek en ik de blauwe verderdistributie verdeeld over de stad Groningen, ik en Leeuwarden, Niek. Buiten deze steden werden de familieleden uitgezonderd, de blauwe verdes verstuurd. Op een zonnige voorjaarsdag maakte ik een fietsrondje door de stad met een tas vol blauwe Verder aan het stuur. Bij onbekende blauwe verderleden gooide ik de krantjes door de brievenbus. Bij bekende abonnees belde ik meestal wel even aan om een praatje te maken. Beland bij het huis van Jan-Pier, vertelde deze dat hij een eerste solo optreden voor mij had geregeld. En wel in de Walrus, een pijpenlaar in de Pelsenstraat. Op de Walrus poster stond, mijn Thelma featuring de Negro's, maar zoals was afgesproken deden Jan-Pier en Kees niet meer mee. Kees was nog wel VJ, hij vertoonde tijdens mijn optreden, een originele 8mm band van The Exorcist. Marta was speciaal uit Enschede gekomen om voor het eerst haar broer als popmuzikant aan het werk te zien. Ze had geen slechter moment uit kunnen kiezen. Ik voelde me in mijn eentje totaal niet op mijn gemak en snakte tijdens mijn set naar het laatste nummer. Ik dacht op een gegeven moment dat je je orgel omver zou schoppen, zei ik. Zo kwaad keek je. Een paar weken later kwam jan Pier met een nieuwe optreden. Ik kon spelen in de motelbar, de nieuwe naam voor Spinello, een klein cafeetje in de oude Kijk in Jatstraat. Ondanks de locatie gelegen tussen de universiteitsbibliotheek en het Harmoniegebouw was Spinello geen studentencafé. Er zaten vooral dertigers en veertigers die een stikje rookten en luisterden naar Jimi Hendrix en Frank Zappa. De ruimte was wit en lichtblauw geschilderd, en er stonden kleine vierkante tafeltjes op de bruine plavuizen. Er werd veel geschaakt in Spinello, af en toe vond er een toernooi plaats. Niek had me er het schaken geleerd tijdens onze studietijd. Na twee maanden waren we ongeveer even goed. Het werd een zware avond in een motelbar. S'ochtends was een stuk van een stiftand afgebroken na een hap in een krekken met kaas. Mijn zang, die door sommige mensen als vals werd ervaren. Werd doen mijn slissen er niet beter op. En ik bleef me in mijn eentje zeer ongelukkig voelen in de spotlights. Die avond besloot ik dat ik voortaan Niek zou vragen om mee te spelen en zingen bij optredens. Scaffer, de nieuwe band van Niek, kwam niet echt van de grond. Het was te veel een herhalingsoefening van die amp. En misschien had Niek na acht jaar ook wel zijn interesse verloren om de archetypische Engelstalige popmuzikant uit te hangen omdat we voor de Blauwe Verde onze verhalen in het Fries schreven, waren we beide geïnspireerd geraakt om vriestalige liedjes te schrijven. Onder de naam Brozius werkten we aan het programma met liedjes en verhalen voor literaire avonden.